Hey, hallo allemaal. We hebben een klein probleempje. Dit is mijn maat, zeg maar. Zo, er zit al een mankeerder. En hij is zoveel overschreven. Of ja, te groot. Dus, het is voor iemand die een XL kan dragen, in ieder geval. Is niet voor diegene erg bedoeld, maar het patroon is helemaal goed. Ik heb hem goed nagemaakt en er is niks fout gegaan. Maar toch op een of andere manier is hij zo. Nou, ik ga hem even op de grond leggen en dan zal ik het uitleggen. Wat ik denk dat er gebeurd is dat op de afbeelding zelf dat een kleinere garen is gebruikt, waardoor die ook kleiner uitvalt. Nou, ik heb gewoon dikke lekkere wol gepakt dat ik dacht van, oh, laat ik daar eens even een jurkje van maken. Nope. Wat ik nu ga doen, ik heb hem op maat gemaakt. Ik heb de breedte van 100 of van 99 heb ik hem. 99 centimeter heb ik hem. Dus ik heb uitgemeten met een centimeter tot waar ik ongeveer kom. Nou, en dan zoals je ziet dan is het nu 99 centimeter. Of ja, ongeveer. Nou, ik ga er wel vanuit. Dus wat ik nu ga doen, ik ga even helemaal opnieuw beginnen. Alle steken heb ik geteld. En ik heb nu 135 steken. Doe dat ook op deze manier voor jezelf. Want ik heb hem helemaal uitgehad. Ik dacht van, nee, er klopt toch iets niet, weet je wel. Dus dat heb ik gedaan. De hele onderkant is eruit. En ik ga het patroon ook aanpassen. Want ik heb toch zoiets van, nee, ik vind het patroon niet zo mooi. Ik wil toch dat hele waaierpatroon hebben. Dus ik ga het zo doen. Goedemorgen. Ik heb hem opgemeten. Ik heb geteld. En ik ben hierop uitgekomen. Op 135 stokjes. En dat ga ik nu opnieuw doen. En dan moet hij als goed is wel goed zijn. Zelf ga ik het patroon wel verder opvolgen. Dus hier heb ik, even kijken, 1, 2, 3, even kijken hoor, dan moet ik zo even goed kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rijen waarin je meerdert. Die is voor mijn doende goed, want mijn heupen zijn wat dikker. Of breder. Dus dat laat ik zo. Als jij denkt van nee, voor mij mag het nog wel iets dunner, dan haal je er een rij af. Dat is op zich geen probleem. Dus ik ga er mijn eigen ding maar van maken. Dus ik ga vanuit hier ga ik het waaierpatroon maken. Nu heb ik zelf gewoon de bovenste lijn waar een gat in zit. Daar kan gewoon een klein riempje of zo doorheen. Zelf heb ik in totaal gewoon 12 toeren. Dat is wel gewoon hetzelfde. En hier vanuit ga ik met de waaierpatroon beginnen. Sorry jongens voor het ongemak. Ik wist het ook niet. Ik kom er net ook pas achter. Nou ja, eigenlijk gisteravond. Dus ik dacht, ik wil jullie gelijk inlichten. Heb je nou zoiets van, nee, ik vind het toch niet goed hoe je het gedaan hebt? Prima, ik wil het weten, want zo leer ik ook weer van mijn fouten. In ieder geval, ik ga het zo doen. Dus ik hou jullie gewoon op de hoogte van hoe ik het ga doen. En probeer het ook zo te doen, want blijkbaar ben ik er gewoon niet goed in. Ik kan wel patronen lezen en maken, maar qua kleding ben ik er wat minder in. Hierna ga ik een vest maken en daar ben ik wel goed in, omdat ik dat al eerder heb gemaakt. Dus dat gaan we gewoon doen op de patroon hoe die is aangegeven. Maar deze ga ik eventjes anders maken. Kijk eerst eventjes hoe die is qua meting. Meet even je heupen op en meet vanaf daar. En zo kun je uiteindelijk zien hoeveel steken je nodig hebt in totaal. En dan kom je er als goed is hopelijk vanzelf. Want nou, ik heb dus zo'n stuk te veel. Want hier zit een marker. Dat zijn minstens 20 steken te veel. Nou, nee, dat is niet waar. Meer dan 20. Want dit zijn er al 6. 12. Nou, 24 steken heb ik al te veel. Dus ik ga opnieuw beginnen. Hoe ga ik dat doen? Ik heb een ander bolletje wol. En ik had er namelijk 3. En dit is al 2, zeg maar. Want daar zie je er 1 liggen. En hier zit er al 1 in. Dus ik ga helemaal opnieuw beginnen. En ik hou jullie gewoon op de hoogte. Dus sorry ervoor. Maar soms kan dat gebeuren. En dan moet je ook mee leren leven.
heel dramatisch gezegd, maar nee, fouten kunnen gebeuren. En nu ga ik gewoon heel netjes opnieuw beginnen. En dan moet het als goed is wel lukken. Nou, dank jullie wel voor het begrip.